Pokémon Unite is een soort van League of Legends-achtige namaakgame. It's like having fun, except go fucking kill yourself, Riot. Just go fucking kill yourself. Maar dan vol met Pokémon. Dus uiteraard natuurlijk veel leuker. Er is natuurlijk ook een heel grote groep met Pokémon die dan ook in zo'n game wilt als een playable character. Dus ik en een goede vriend van mij, Bart, hours at a time, gaan kijken welke karakters wij nou echt graag in de game willen en welke we totaal niet in de game willen. Nintendo, als je dit kijkt, of Game Freak, alsjeblieft, luister naar ons en geniet van de video. Yo, fucking strijders, en welkom bij de ultieme Pokémon Unite tierlist van welke Pokémon wij erin willen. Gen 1 tot 4, maar er zijn er een paar van 5, omdat Bart, waar ik de 4 mee doe, die wil er een paar van 5 erbij hebben. Fuck out, Bart. Het is niet alleen maar 5 trouwens, er zijn van alle generaties een beetje. Oh, er zijn er ook Ik ben er ook. Dit is mijn videodebuut, Chibi Art Bart, Yo, volg hem niet op Insta, of wel, whatever. Maar er zijn er dus ook een paar van 6, en 7, en 8, en 9, want Bart's vader werkt bij Pokémon en die weet al dat een nieuwe Pokémon. Goed, laten we beginnen met de allereerste Pokémon, en dat is Registeel. Nou, ja, wat een leuke Pokémon is dat, zeg. Zullen we gelijk... gelijk alle Regis in consideration nemen. Want dan denk ik dat Registeel is een C'tje. Regice is een B'tje. En Regirock is een instant S tier. Ik bedoel, heb je ooit die Lucario film gezien? Waar die... En dan schiet hij van die fucking dikke hyper. Bro, wat heb jij op? Oké, persoonlijk, ik vind alle Regis vind ik echt fucking saai. Wat een kut Pokémon. Voor mij mogen ze allemaal op F. Op F? Ja, man. Oké, maar kijk, ik zou hun beter als like boss Pokémon zien in Pokémon Unite. Als in dat je van hun upgrades kan krijgen en shit. Maar een Regis Gigigas is dat toch ook al. Ja. Die is ook al zo'n Big Chungus Pokémon in zo'n Chungus mode. Beat the shit out of Regigigas. Regigigas. Nee, oké, maar... Oké, laten we even kijken. Registeel, toch? Dat is de eerste. Ja. Ik vind die het meest lame. Ja. Die zou ik gewoon bij E gooien, man. Gewoon, of F zelfs. Er zitten nog geen steel types in het spel, maar ik denk Registeel is dan ook echt een van de worst steel types die je kan kiezen. Ja, Registeel is gewoon... het kind wat niet geboren had moeten worden. Ofzo. Of zeg maar van de 3 kinderen is hij degene waar de ouders het minst van houden. Ja, dus, precies. Fuck Registeel, we gooien hem op F. Regice, nou die vind ik wel het coolst zelf. Ik vind Regirock vind ik het coolst. Gewoon puur vanwege die hyperbeams en dat hij zeg maar dik kan gebruiken en stenen kan gooien. Dat lijkt wow, me wel hij leuk. Kan graven, bro. Yo. Fucking cool. Ja, maar het is gewoon een gratis eject button item. Dan kun je gewoon zo weggraven. Nou, zullen we dan Regice gewoon op C gooien? Van, oké, het zou cool zijn als hij in de game komt, maar... Skip it up. Nou, B dan. Voor jou, hey, jochie. Hey! Nou, dan gaan we meteen gewoon naar de volgende in de lijst. Drapion. Drapion? Drapion. Ik heb zelf best wel een unieke band met die Pokémon. Want ik keek vroeger de Pokémon anime en toen, zeg maar, de Pokémon Diamond anime. En toen was de vijand van Ash was fucking Paul. Paul had die Pokémon. En tijdens Drapion. De Pokémon League was die Drapion echt fucking overpowered. En toen vond ik hem echt super cool. Ik dacht echt, yo, dit is echt de sterkste Pokémon ooit. Maar in de games is hij echt fucking scare. Dus, I don't know. Ik heb niks met die Pokémon, maar hij lijkt me wel... Hij kan misschien wel gebruik maken van die grijparmpjes, weet je wel? Een soort Smash Bros. Min-min, maar dan in Pokémon Unite. Dat lijkt me wel grappig. Kijk, ik zou hem op een B gooien, Drapion. B? Maar ik denk dat jij hem hoger zou gooien, right? Bro, nee, ik dacht zelf aan C of een D. Aan C? Oh, oké, ja, dan ook C. Ik zie het niet, zeg maar, als je realistisch kijkt, ik zie het niet gebeuren. Nee. Ik denk het ook niet. Ik denk niet dat hij populair genoeg is. Nee, maar ja, gewoon C. We gaan hier ook over de movesets en zo, hoe cool het karakter zou kunnen zijn.
Maar ook dan, ja. Ik denk dat er betere poison types zijn en betere bug types. Ja. Nou, Donphan. Oh ja, die gast. Donphan. Ik zou Donphan gelijk op een S-tier gooien. Lekker rollen over het veld. Mensen slaan met je dikke olifantenslurf. Dat is genieten. En dan heeft hij Vampy. Vampy is een leuke. Dat is een leuke. Nou kijk, het ding is, als je zeg maar kijkt naar de moveset, hè. Mm-hmm. Kijk, ik heb zelf League of Legends gespeeld, jij niet. Maar er is in League of Legends een karakter die perfect hetzelfde zou kunnen zijn als ja, precies. Dat is zeg maar een jungler die ook over de map rolt, als het ware. Oh, dat zie ik. Ja, en dat zie ik nog wel gebeuren. Daarom zie ik het best wel gebeuren. Ik zou hem zelf op A gooien, want ik zou hem zelf niet spelen. Ik denk, als hij echt in de game komt en hij speelt precies als de karakter in League, dan gaat Adam hem menen, want Adam meent die rolkarakter in League. Dus ja. Ik zou hem zelf dan gewoon gaat op, ik ga hem dan op gaat A hij sowieso gooien. Op A, ja. Mm-hmm. Hij zal sowieso een jungler zijn dan, definitely. Mm-hmm. Skuntank. Skuntank stinkt. Hij kan echt gelijk op F. Ja, wat een kut Pokémon is dat. Jezus Christus. Spirit. Ja. Ik vind de Lake Spirits lijken me echt heel saai om te spelen eigenlijk. Ik denk dat meer... Dat zijn echt de Zapdos. Die kunnen echt een Zapdos rol krijgen. Like, wat is er bijzonder aan de Lake Spirits? Ik vind de Lake Spirit Pokémon vind ik überhaupt heel saai. Ja. En ze zijn echt Pokémon. Dat zijn echt de mythical, de legendaries die je vergeet. Die je gewoon zoiets hebt van lekker boeien. Holy shit, wat een kut Pokémon zijn dat. Oké, de volgende. Empoleon. Empoleon. Ik heb zelf... Oh, sorry, wat wou je zeggen? Ik vind Empoleon wel een dapper mannetje. Ik bedoel, als je kijkt naar zijn gekke... Zijn gekke, wat is het? Zijn slabbertje voor zijn... Zijn slabbertje. Zijn slabbertje op zijn buik. Dat is wel cool, hè. Holy shit. En de mascotte van Tencent, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dat een pinguïn. Dus ze moeten nog wel een pinguïn hebben in het spel. En Empoleon, die kan ook gelijk de Steel-type moves gebruiken met Iron Claw en zo. En veel Steel-type moves. Daarnaast is Piplup een van mijn favoriete starters. Ook mijn eerste starter ooit. Dus ik heb best wel een speciale band. Al meteen met Piplup en Emporion. Ik vind het... De middelste evaluatie vind ik ook wel dope. Dat is gewoon een soort mini Emporion. Ja, het is gewoon een win. All throughout de Pokémon. En Pinguïn vind ik... Al de leuke Pokémon. En ik vind Pinguïn gewoon fucking cool. Ik zou hem gewoon op S-tier gooien zelf. Want ik zou mezelf waarschijnlijk ook gewoon... Ik ben het ermee eens. Ik ga denk ik ook een Empoleon spelen als die ooit in het spel komt. Gewoon puur voor die klauwen. Lekker mensen in hun gezicht krauwen, weet je wel. Holy shit. Fucking cool. Fucking cool. S-tier update. Golduck, ja, Golduck. Golduck. Maar Golduck, ik bedoel, als ze Psyduck toevoegen, dan moeten ze gewoon alleen Psyduck doen. Net als Pikachu of zo. Maar Golduck is gewoon zo lame. Ik zou zeggen, hij is niet terrible, maar want hij heeft dan de Psyduck sowieso. Maar hij is ook niet, goed. Ik zou denk ik in een E doen. Het enige goeie aan Golduck is dat hij ooit een Psyduck was. Want Psyduck is gewoon... Psyduck is S-tier, Golduck is E-tier. Dus we gooien hem op E. Zullen we hem gewoon op E gooien? Zo, want ik zou het niet erg vinden als hij in de game komt, want dan hebben we toch Psyduck. Aha, precies. Maar misschien moet hij dan naar D. Maar ik zie mezelf gepromoot worden. Ja, maar ik zie mezelf niet als fucking Golduck spelen. Dan heb je echt een kut leven. Jezus zeg. Arbok. Ik hou van Arbok. Ik haat Arbok. Wij hadden dus net voor de call hadden we een gesprek over. Oh ja, als wij als we een Pokémon dit en dat en dat doen we niet daar en dat in Arbok. En toen was ik zo van ja, doe Arbok maar op B. En toen zei Leon, nee, fuck Arbok. Arbok is fucking kut. Bro, ik... Maar Arbok... Luister. Arbok kan lekker pijltjes schieten. Luister, Arbok... Arbok is de AliExpress van Surfiper. Ik vind Surfiper een veel coolere slam-Pokémon dan Arbok. Arbok is die normie shit van Gen 1. Fuck Arbok, gast. Oké. Nee, kijk, oké.
Waar zou jij Arbok plaatsen? Luister, ik zou niet erg vinden als er Arbok erin komt. Ik ga hem gewoon nooit spelen. Nee. Want ik zeg maar... Ja, het zou wel een coole karakter zijn, though. Zeg maar, als hij de slamp-Pokémon wordt. Ik wil sowieso een slamp-Pokémon, want die kunnen gewoon dan wurgen en shit. Ja. En dat is fucking cool, holy shit. Ja, dat is gewoon cool, toch? Dan kun je zo op de opponent gaan zitten. Zo. Dan heb je gewoon Pokémon Unite X Freek Vonk. De bekendste slammen-expert van Nederland. En dan heb je gewoon Freek Vonk die een Arbok main is. Besef hoe cool dat is. Kijk, overal Pokémon! Wat lekker! Wat lekker! Fucking grote Wailord, ik steek hem in zijn rug. Hey, ik zullen hem dan op B gooien, eigenlijk? D. B. Ja, ik zou hem op B. 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 Ja, jij vindt hem niet goed en ik wel, dus ik zou een C doen. Nee, maar nu ik met jou dit gesprek heb gehad en met het Freek Vonk momentje van ons, zou ik hem toch wel op B gooien eigenlijk. Ja, wat lekker. Ja, lekker joh. Nou, de volgende Pokémon, dat is die pedo-Pokémon, hoe heet die ook alweer? Hypno? Pedo-Pokémon, Hypno, ja. Ja, Hypno, wel... Bro, die hypnotiseert de enemy en die neemt hem mee naar zijn span. Die neemt hem mee naar zijn span en dan neukt je hem helemaal dood. Wauw, nee, een vieze Pokémon is dat. Ik denk, Hypno is een slechte keuze. Ik denk niet super slecht, maar er zijn zoveel betere Psychic-type Pokémon. Ik zou hem op een D doen, denk ik. Oh, D voor Big D. Ik zou Hypno gewoon echt zien als een Pokémon die je, zeg maar, zo'n NPC-Pokémon. Met Drowsy en shit, ja. Gewoon een beetje staat. Gewoon bad, joh. Nee, maar ik vind Golduck vind ik dan nog beter dan Hypno. Dus dan kunnen we Golduck misschien op D gooien en dan Hypno op E. Noivern. En ik ga jou verkopen op Noivern. Want okay, Noivern... Ik weet één ding van Noivern. En dat is dat het een Pokémon was van Ash die best wel sterk was. Mm-hmm. Maar voor de rest... Oké, kijk. Als we Noivern toevoegen. Hè? Noivern is sowieso mijn derde favoriete Pokémon. Dus dat zou fucking lijp zijn als die erin komt. Okay. Maar Noivern, die heeft heel veel sound-based moves. En dan kan hij die sound-based moves kan die gebruiken om zijn opponents van zich af te blazen. Dat klinkt... Gewoon van, stel je bent je punt aan het verdedigen en dan komen allemaal van die mannetjes aan. Oh. En dan bop, boost hem weg. Base boost. En dan kan hij ook nog gekke moves gebruiken zoals Hurricane, wat Cramorant heeft. En Dragon Claw zou wel cool zijn. Dus ik zie heel veel potential in Noivern. Ik zou hem S-tier doen. Omdat jij hem S-tier ook echt zou spelen. Ja, 100%. Nou, ik zou hem dan zelf op A gooien, omdat ik hem waarschijnlijk niet zou spelen. Dus... Oh, ja, bad is die my boy Noivern op A. Maar we doen hem op S, omdat hij een coole design heeft. Typhlosion! Typhlosion gaat weer relevant worden als Legend Arceus uitkomt. Dus misschien... Dat is wel waar. Maar in mijn hoofd is Typhlosion altijd... Gewoon de Charizard zonder vleugels. De Charizard zonder vleugels. Hij heeft letterlijk dezelfde stats als Charizard. Hij is gewoon de Charizard cosplayer die geen vleugels kon betalen, you know. Dus ja, I don't know. Maar hij zal wel relevant zijn. Maar ik heb zoiets van, I don't know. Als ik liever een starter vuur-Pokémon zou willen... Zou ik liever een Blaziken willen. Of die aap. Of die andere. Maar zie je hem gebeuren? Als het gebeurt, ga je dan disappointed zijn of niet? Want als je disappointed bent bij zo'n reveal... Dan is het een D of een E. Maar ik denk eigenlijk geen E. Want Typhlosion is nog steeds best een prima Pokémon. Maar dan een C of een D. Wat zou dat worden? Ik zou zelf disappointed zijn. Dus... Oh, okay. Ik zou hem op een C zetten eigenlijk, maar dan ga ik wel met jou mee. Want ik denk dat er betere fire types zijn. Ja, precies. Nee, ik zat zelf ook wel een C te denken, maar ja. Nou, we doen hem gewoon op C, anders worden mensen boos. Omdat hun... Mijn Typhlosion! Mijn eerste starter was een Typhlosion! Oh, je bent een Typhlosion! Primarina! Ik vind Primarina Ik vind Primarina kut Pokémon.
Maar kijk, die Primarina, die heeft allemaal van die moves met zieke AOE, toch? Dat er echt gewoon giga mega waterballet wordt. Dat is best wel cool, toch? Dat is best wel cool. Dat kan net zoals Gardevoir worden met wow, een mega giga. Wow, dat is best wel boeiend. Nee, ik heb zelf niks met deze Pokémon. Ik zou het ook echt niet cool vinden als je dan dat beest zeg maar over de map ziet struggelen. Van, ik moet naar voren. Nee, dat wil ik niet. Ik wil dat een niet. Een D dan? Een D of een E? Dat zat ik zelf aan C te denken eigenlijk meer. Oh, een C. Ja, ik heb dan ook een C, want die AOE lijkt me dan wel heel gaaf. Oké, hoe cool zou het zijn als je Mawile hebt, hè? En dan als je van achteren wordt aangevallen, dan bijt die fucking... die back bijt in de opponent. Hoe cool zou dat zijn? Wow, gast, hoe cool is dat? Hoe cool, lekker boeien. Hey, ik vind... Ik persoonlijk wel een B-tier. Ik vind het wel een coole Pokémon. En het zou wel een coole moveset hebben. Ja, ik denk ook wel dat het een goede Pokémon is, alleen er zijn betere keuzes. Dus een B, denk ik ook, ja. Beetje? Ja, een beetje. Nou, top. Krikatoon goes... Krikatoon gaat instant F. Die Cry... Het enige goede aan dat poppetje, misschien maakt dat hem een E. Want dat is de enige redeemable factor. Is dat als je het poppetje hebt gekozen en de match begint, dat je ze Cry hoort. Maar dat is het. What the fuck moet je met een Krikatot en een Krikatoon? Er is niks interessants aan. Gewoon een beetje domme... Krikatoon is de definitie van een NPC-Pokémon die je killt voor levels. Ja. In Pokémon Unite. Holy shit. Nee, F-tier. Yeah, yeah. Fuck Krikatoon. F-tier. Okay, F-tier. Golem. Oh, shit. Wel, zeg maar, als je kijkt naar nostalgie en gewoon een classic Pokémon met Geodude en shit. Ja. Zie ik dat best wel gebeuren. En dan misschien net zoals die olifant Pokémon in A. Mm-hmm. Zou hij hetzelfde moveset zeg maar kunnen hebben met dat hij gaat rollen en shit. En zie ik hem best wel als een goede jungler. Met Golem is het zeg maar... Is de standaard Golem leuker of de Alolan variant? Met die electric moves en die gekke magneet bovenop zijn rug. Wel, heeft Golem een Alolan variant? Ja. Dan heeft hij een gekke baard en een magneet op zijn rug. Wel, even kijken. Oh, Jezus Christus. Nee. Oh, nee. Oh, mijn god. Holy shit. Nee. Originele beter dan. Dan zou ik zeggen Golem B. Want ik heb liever Donphan dan Golem, though. Ja, same. Ja, ja. Yeah. Nou. Zoroark. Nou, gewoon... Van Instant S, denk ik. Ja, joh. Het feit dat hij kan spelen als een soort spy, dat hij de gedaante kan aannemen van een andere Pokémon, dat is echt iets wat we in het spel nodig hebben, man. Dat is zo cool. Ja. Gewoon even een Pokémon met gewoon een gimmick die het hele karakter is. Ja. Jirachi. We hadden het net over dat die leek Pokémon forgettable waren. Nou, Jirachi, dat was een forgettable Pokémon. Jezus. Fun fact over Jirachi. Ze hebben laatst met de Gardevoir update, hebben ze in de datamine gevonden dat Jirachi in het spel gaat komen. Maar we weten niet of als een NPC of als een playable character. En ik hoop een NPC. Ik hoop echt een NPC, want holy shit. Toen jij zei van, er is een leuk feitje over Jirachi, toen dacht ik, zijn er überhaupt leuke feitjes over Jirachi? What the fuck? En dan is het leuke feitje dat hij waarschijnlijk een NPC zou zijn. Dus dat zeggen we genoeg over Jirachi. Voor mijn F-tier. Ja. Sowieso mythical... Mythical Pokémon. De meeste mythical Pokémon zijn echt lame. Rampardos. Wauw. Pokémon op zich. Hij kan wel mensen beuken, maar ik denk niet echt dat het een. Ik weet niet. Hij zou mensen beuken. Persoonlijk is het echt een fossil Pokémon die ik vergeet altijd. Zo van. Oh ja, dat is een Pokémon. Nee, gewoon lekker eetje, joh. Hey. Niks mis mee. Dit is de Galarian Weezing, hè? De Dark Dimmadome. Owner of the Dimmadome. De Weezing met drip.
Hello, Timmy Turner. My name is Doug Dimmedome. Voor de meme zou ik hem gewoon wel erin willen of zo. Ja, ja, ja. Ik denk ook als hij erin komt, dan ga ik hem wel spelen. Ik zal hem wel spelen, ja. Dat is wel dapper. Zouden we hem beide spelen? Want dat is dan een S-tier natuurlijk, hè? Oh, kut. Maar het is niet S-tier waardig. Ik zou hem nog een A-tier gooien. Ja, ja, A. Laten we A doen. Ja, let's go A voor Weezin. A, Weezin. Weezin. Oh, Bonnie, de meest... Volgens mij een van de Pokémon die het meest geseksualized wordt. En voor die reden wil ik hem gewoon op F-tier gooien. Omdat ik niet... Ik gun de artist niet om Low Bunny Pokémon Unite porn te maken. Fuck die gewoon shit. De hele Instagram feed staat dan weer vol met, ja, Low Bunny feed. Low Bunny en Garnivore bij elkaar. De twee meest sexualized Pokémon. Dat mag niet gebeuren. Laat niet gebeuren. Dit is gewoon ons welvaartmoment. Van dit mag niet gebeuren. Low Bunny F, 100%. Low Bunny F. Ursaring. Ursaring. Ik denk dat Ursaring heel cool kan zijn. Vooral hij kan van die rage mechanics hebben, weet je wel. Ursaring zou cool zijn, maar als ik zeg maar moet kiezen tussen Ursaring en die ijsbeer. Die ijsbeer, oeh ja. Dan zou ik zelf voor die ijsbeer gaan natuurlijk, omdat ik ijsberen verlost ben. Maar ook omdat ik die Pokémon gewoon cooler vind dan Ursaring. I know, ja. I know. Is het een beetje is saai. Dan een B voor, is het dan een B voor een beer? B-beer? Nee, het is een C voor coole, maar niet cool genoeg beer. Want de echte beer is de ijsbeer, voor de mij. Ijsbeer. Ik weet niet hoe het met jou zit. Zou jij liever dan die... Hoe heet die andere beer? Beersick of zo? Nee, ik heb liever Ursaring. Maar ik denk die ijsbeer lijkt me ook wel geinig. Moet hij dan niet zo irritant worden als Alolan Ninetales? Want dat is echt mijn minst favoriete poppetje om tegen te vechten in heel Pokémon Unite. Ja, ja. Vanwege al dat freezing. Maar op zich zou die ook wel cool zijn. Freezing. Hoe heet die? Beartick? Ja, zoiets. Beartick, toch? Ja. Ja, kijk, zeg maar, het ding is ook... Ik zie Teriursa, zie ik ook niet als een Pokémon die je, zeg maar, kan besturen of zo. Nee. Ja, ik denk dat hij dan blijft die Ursaring. Want Teddy Ursa is een baby Pokémon en die slaan ze steeds over. Ja, dus, precies. Ja. Dan zou je zeggen van, waarschijnlijk wordt hij dan gewoon geskipt. Dus, I don't know. Oh ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Ja, doe hem dan maar naar C. Ja, daar dacht ik ook aan. C, huppatee. C, huppatee. Delibird. Delibird. S-tier. S-tier, easy. Even cadeautjes rondgooien. Dat is het. Dat is genoeg. Ja. Cadeautjes rondgooien. Easy. Nee, oké, okay, maar besef. Delibird zou echt cool zijn om gewoon... over de hele map proberen TM's te vinden met moves of zo. Ja. Omdat hij in het begin alleen maar present kan. Ja, dat lijkt me gewoon best wel een unieke karakter, weet je wel. Je kan echt iets unieks mee. Dat hij ook echt dingen verzamelt of zo. Dat hij het in zijn zakje stopt. Ja, precies. En nu we weten dat bijvoorbeeld een Cramorant in de game kan, weten we dat Pokémon graag meme-karakters erin willen. Ja. Dus waarom zou Delibird er niet in kunnen? Ik zou hem ook spelen als die uitkomt. Ja, Delibird is echt een legend. Lekker nostalgisch karakter ook. Hij cadeautjes gaf in de anime. Bart, ik denk echt dat wij gewoon van Penguins houden. Want kijk even naar de S-tier. Holy shit. Ja, holy shit. Wat lekker. Ariados. Oh ja, oké, nou. Nee, dit is een NPC Pokémon. Ja, de enige spin die ik erin wil zien is die Galvantula. Die elektrische, maar die staat oh, ja, op ja, deze lijn. Ja, ja, die is wel vet, wel cool zijn. Nee, zou dat de electroweb van Pikachu kunnen behouden? In zijn movement, ik bedoel in zijn kit. Ja. Als die fully level precies. Ja, nee, ik vind deze Pokémon echt, die schreeuwt NPC, die schreeuwt... Ja, ja. Die schreeuwt gewoon, laat mij niet in het spel, alsjeblieft, laat me met rust. Zo ziet het er ook uit, van laat me maar met rust. Nou, we laten je met rust met een F-tier, huppatee. Kairi. Dit is echt een Pokémon waar heel veel mensen willen dat hij in de game komt. Denk ja, ik. En ik wil hem totaal niet erin hebben, want dan heb je overal van die noodles over het hele spel. Noodles? Van die blauwe noodles overal, wat is daar nou leuk aan? Ja, helemaal niks, hoe kut is dat? Helemaal niks. Ik gooi hem zelf op D. Ja, 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 ja.
Day. Want 100%. Dat is een goed voorbeeld van Day. Want zelfs, van Dragonite. Want zelfs met Dragonite zie ik hem nog liever in de game dan Hypno. Dus yeah. Fuck Hypno. Dat wel. Obama. Obama Snow. Ik wil deze Pokémon niet zien, man. Hij kan van mij gelijk naar Aether. Ik denk dat hij wel cool is met Snowstorm of zo. Maar ik wil hem niet zien. Nee, ik krijg er nog meer iets van. Ik vind hem gewoon een grote griezel. Primeape. Hij kan lekker mensen in elkaar knokken. Rico Verhoeven in Pokémon. Rico. Noem je Rico Verhoeven nou een aap? Nee, Primeape zou wel cool zijn. Ja. Ik denk, voor mij zou het een B zijn. Ja, dat is ik zou precies wat ik in gedachten had. Gewoon lekker simpel, gewoon een vecht Prime Pokémon. Prime Babe. Je vraagt je waarschijnlijk af, wanneer is de video voorbij? Er zijn nog veel meer Pokémon dan natuurlijk om te raten. Dat klopt. De video is namelijk 3 uur lang geworden. En ik heb geen zin om 3 uur lang elke Pokémon te gaan editen en zo. Dus weet je wat? Als jij nou heel graag de hele video wilt kijken, als podcast op de achtergrond, of gewoon wilt kijken, ik ga binnenkort de video apart uploaden. Helemaal ongeëdit, helemaal ongeknipt, behalve de pauzes die we tussendoor hadden. En dan kan je die gewoon lekker kijken, joh. Want wie gaat nou 3 uur lang dit editen, joh? Hey, later pikkies. En bedankt voor het kijken. Hey, joh.